Jongens, welkom. Aflevering 9 van het elftal van het jaar. We zijn aanbeland bij de aanvallers. We zitten nog steeds in de studio met Matthijs, met Suleiman en met Bas. Ja, jongens, zullen we gelijk de nominaties er maar even bij halen? Ja, kom maar op. Kom eens aan. Spannend. Mbappé, Griezmann. Oeh, en Messi. Och. Ja. Nou, ik heb... Griezmann moet in het elftal, hè, jongens? Ja, een gewaardeerd collega al horen zeggen dat Griezmann eigenlijk niet mag ontbreken. Dus het lijkt me dat we voor mijn keuze gaan. Nou, zullen we gelijk... En nogmaals, Matthijs, een draaiboek is ook gewoon om aan te passen. De kijkers vinden dat ook. 47% kiest voor Griezmann, 37% voor Mbappé. En het restant, niet veel, 16% kiest voor Messi. Wat ik ook volkomen logisch vind, maar ik wil het toch even uitleggen. Buffon is een soort van ode. Messi, een soort van ode. Maar Messi heeft het WK niet gewonnen dit jaar, hè? Nee, maar het is wel gewoon... Weet je, het wel zijn laatste jaar op een Europees veld is geweest. Dus dat was eigenlijk gewoon... Okay. De achterliggende gedachte. Ik hoop ook niet dat hij het elftal haalt, Matthijs. Maar soms wil je toch even iets gezegd hebben daarover. Maar Suleiman, Mbappé of Griezmann? Ja, maar dat zijn vreemde keuzes. Omdat, ja, dan moet ik nu gaan kiezen. Maar ik ga niet kiezen, want we gaan het aan de laatste aflevering gaan we het probleem Griezmann oplossen. Ik vind het wel mooi. Ja, dat gaat je bij deze beloofd. Okay. Nou, dat gaan we dat dan wel zien in de laatste aflevering. Wat een spannende aflevering. Zo zie je, maar een draaiboek is niet zwaar. Maar ik vind de keuze van Bas wel leuk voor Griezmann. Maar als je mij vraagt de drie beste aanvallers van dit moment en ook de drie beste aanvallers van 2023, nou, dan kan je eigenlijk maar bij drie namen uitkomen. En Mbappé, als je die negeert in een elftal van het jaar bij de aanvallers, dan zal je zien, we willen 150.000 abonnees hebben. Dat zijn mensen die het voetbal serieus nemen, die het voetbal serieus volgen, die ons serieus nemen. Als je het voetbal serieus neemt, zeg ik altijd, dan moet je ook soms dingen doen die logisch zijn. En Mbappé in het elftal kiezen is gewoon logisch. Want die jongen is zo ongelooflijk goed. Op dinsdagavond, het regent uit bij Clermont Foot. Niemand heeft zin om te voetballen bij Paris Saint-Germain. Allemaal miljonair. Wie staat er aan? Mbappé. Ja, okay. Mag ik daar wel even op inhaken, Suleiman? Want jij hebt als eerste je elftal ingeleverd. En dan wordt er ook aan ons gevraagd om een elftal in te leveren. Je wil op een gegeven moment ook wat verandering hebben. Dus het is natuurlijk wel... Oh, maar dit was geen verhaal tegen jullie. Dit was gewoon het verhaal voor het voetbal. Voor het voetbal. Nee, maar terecht ook. Maar de kijkers kiezen in dit geval voor Griezmann. Ja, de kijkers hebben smaak. In die zin. En verstand van voetbal, blijkt. Maar ik denk dat wij het probleem Griezmann... El Caso Griezmann... gaan wij oplossen in de laatste aflevering. En ik pleit ervoor om het voetbal serieus te nemen en toch Mbappé bij de drie beste aanvallers ter wereld te nomineren. Want als je dan voor Griezmann kiest, dan ben je lekker alternatief. Maar dan zeg ik, dan moet je naar een ander programma gaan. Er zijn andere uitzendingen voor. Nee, maar hij hoort zeker... Op 1, Khalid en Sophie, daar kun je hierover praten. Die problemen. Hij hoort zeker bij de beste drie aanvallers ter wereld. Maar of die bij de beste drie aanvallers ter wereld in 2023 hoorden, vind ik wel een tweede. Zullen we de cijfers erbij pakken? Nou, ik vond de knock-outfase in Champions League, viel die gewoon tegen. En dat was wel, kijk, we hebben dit jaar. Nu ben je stil, Sully. We hebben geen eindtoernooi gehad. Nou, maar dit is een rechtsdirectie van Bas die ik zo te verwerken krijg. En ik blijf staan. Normaal moet je tot 8 tellen. Maar ik blijf staan en ik zit na te denken. En ik denk van ja, je hebt daar gelijk in. Maar het heeft ermee te maken dat Paris Saint-Germain als club, als elftal. Met de coach erbij niet goed ingericht is. Ja. Ik kijk daar doorheen. Dan denk je van ja, je hebt gelijk. Hij presteert niet in die fase van de knock-out van de Champions League. De voetballer Mbappé, bijna elke wedstrijd van Paris Saint-Germain. Als je ziet de drijf waarmee hij op het veld staat. Hij is 25 geworden dit jaar, recent zelfs. Met de honger waarmee hij speelt, de records die hij aan het breken is. Ik vind alleen één probleem bij Mbappé, dat vind ik persoonlijk, is dat hij speelt in de verkeerde competitie. Ja. Hij hoort of in de Premier League of in La Liga, ja. Zoals Jude Bellingham. Weet je, wat profiel van Jude Bellingham is ook toegenomen vanwege Real Madrid en La Liga. En Mbappé bij Paris Saint-Germain, ook al maakt hij er... Hij is op weg om een 45 te maken dit jaar. Hè. Hij gaat er dit seizoen 45 maken in de competitie. Ligue 1, wat alle records breken, vermoed ik. Ja, ja maar wat gezegd, denkt, het is maar de Franse competitie. Dat wordt er wel gezegd. Nou ja, dat zegt Matthijs, dat zeg jij, dat zegt Bas, dat zegt iedereen. Dat is ook een logische reactie. En ja, daarom... En dan krijgen we weer een soap. In januari en in juli over de transfer van Mbappé naar Real Madrid of naar Liverpool of naar Arsenal. Maar ik zou hem zo graag bijvoorbeeld bij Arsenal willen zien. Ja, maar ik vind dat hem ook wel een beetje te verwijten, moet ik zeggen. Keer op keer die soap en PSG, ik ben het ermee eens, een ongezonde topclub. Jij bent Mbappé zat. Nee, maar laatst bijvoorbeeld, Luis Enrique bouwt eigenlijk aan een gezonder topteam. Qua hiërarchie, qua structuur. Het ziet er eigenlijk beter uit als collectief. Ja. Speelt ze uit tegen Dortmund. Ja. Op een gegeven moment, Luis Enrique, die neemt de beslissing. 5 minuten voor tijd, oké, we houden deze stand vast. Ja. Tweede plaats, we kijken daarna wel de knock-out fase, gevolgen voor later. Ja.
En dan 5 minuten lang zie je eigenlijk alleen maar misbaar. Ik vind dat een van de momenten van dit seizoen in Frankrijk. Omdat het zoveel zegt. En dat vind ik echt een leuk moment om eruit te doen. Hier kan je heel programma over veel over dit ene moment. Weet je waarom? Omdat, en dat heb ik geloof ik aan Jan of aan Matthijs. Maar Enrique denkt aan de volgende wedstrijd. En aan de achtste finale denkt hij aan. Mbappé denkt niet aan de achtste finale. Die denkt, oké, maar als wij eerste worden, beloten wij misschien een iets betere tegenstander dan als we tweede worden. Dan hebben ze nu Real Sociedad geloot, prachtige loting, als nummer 2. Dus ze hebben heel veel geluk gehad. Maar normaal gesproken altijd de kwartfinale, achtste finale, Paris Saint-Germain, Real Madrid uitschakeld. Zo'n club, Bayern München uitgeschakeld. Dat zegt iets over zijn mentaliteit. Mbappé denkt niet in kleine feiten. Die denkt, ik wil het WK gewoon 4 keer op rij winnen. Bijvoorbeeld. Ja. Daar denkt hij aan als hij speelt tegen Messi in Argentinië. De enige die op dat moment bij een 2-0 achterstand dacht, weet je wat, wij kunnen hier nog alles omdraaien. En dan maakt hij net een WK-finale. En omdat Messi hem wint, is daar niet over gegaan. Maar dat is nogal redelijk bijzonder als je daarvoor ook nog het WK gewonnen hebt in 2018 als jonge jongen. En ja, hij is een fenomeen die bij een club speelt, Paris Saint-Germain, die ook nog eens een soort antipathie oproept omdat ze al van elkaar gekocht hebben. Maar als hij dit week in, week uit zou doen bij Real Madrid, wat hij doet namelijk, elke week er 1 of 2, soms 3 maken, dan zou hij iets meer, nog wat meer profiel krijgen, noem ik dat maar, waardering krijgen. En nog groter zijn dan hij al is, maar het is een fenomeen. Ja, maar je denkt dat bij Real Madrid zou hij zich ook wel grootser gedragen in zekere zin. Kijk, de verhoudingen in Parijs zijn ongezond geworden. Vind je? Ja, hij is veel te groot eigenlijk voor de club. En dat zie je terug in die momenten. En daar komt hij zelf ook niet goed uit. En bij heb jij daar echt last van? Dat jij vindt dat hij verdette neigingen heeft? Nou, dat is wel een interessante gedachte. Nou, maar na de groepsfase zijn het heel lastig. Best lastige pool natuurlijk. En ze overleven het. Wat eigenlijk de headline zou moeten zijn. Ja. De ochtend daarna gaat de Franse media eigenlijk alleen maar over Mbappé, die met wegwerpgebaren duidelijk heeft gemaakt dat hij tegen de keuze van Luis Enrique was. Ja, maar heeft hij zelf een rol in. Het is ook de rol van de media die dingen laat exploderen. En ik vind het juist wel knap, want Mbappé heeft nog wel wat stormen overleefd. Want hij heeft natuurlijk ook met Neymar het een en ander meegemaakt. Dat hij een zwerver noemt en dat hij op de bank zat. En hij heeft natuurlijk met Tuchel wat meegemaakt. Met Pochettino wat dingen meegemaakt. Ik vind het zo knap dat hij maakt van kleine akkefietjes. Die worden groter en die gebruik je dan als een soort van. Voor hem is het ook een soort brandstof. Dit is ook weer een manier om de volgende wedstrijd in te gaan. En de volgende fase in te gaan. En hij leeft hier ook een klein beetje van. Hij heeft het ook wel nodig, want het is super saai natuurlijk bij Paris Saint-Germain elke week 2 maken. Het is ook een manier om het leuk te houden, denk ik. Ik denk ook dat het een spel is en dat hij dat prima speelt. En dat de L'Équipe leeft hiervan. Want ja, anders staat er niks in L'Équipe. Yeah. Als hij gewoon zegt: oké, trainer. We gaan lekker achterover hangen. Nee, Mbappé is een superster. Die moet even laten horen wat hij ervan vindt. Want hij staat boven de partijen. En hij laat ook even weten dat hij groter is dan Luis Enrique. En dat vind ik op zich wel grappig. Okay. Op een subtiele manier. Als je de keuze van de kijker, die kiezen dan voor Griezmann, niet voor Mbappé. Ik denk dat echt, wat jij gaf aan, ik zou hem bij Arsenal willen zien. Real Madrid is hij al jaren mee aan het flirten. Dat is dan wel de stap die je moet gaan zetten voordat je dan op een gegeven moment echt een grote gaat worden. Die Champions League, ja, los van Champions League, maar ook de competitie wekelijks. Ja. Mm-hmm. Laat maar zeggen, in topwedstrijden zien en niet tegen, pak eens een willekeurige ploeg in Frankrijk. Daar ga je niet een hele wedstrijd naar kijken. Niet zo snel althans. De WK-finale was een geweldige wedstrijd natuurlijk. Ook met allerlei plotwendingen. En die zijn ook denk aan een Premier League topper. Moet je voorstellen dat je 4 Premier League toppers per jaar krijgt met Mbappé in een hoofdrol. Dat zijn momenten die natuurlijk bijblijven nu. En nu ben je toch geneigd om af te rekenen op knock-out fase Champions League. Ja, maar jij praat over Mbappé alsof jij eraan twijfelt dat als je hem in de Premier League neerzet, maakt hij de 40, net als Haaland. Hè? En als je hem in de Liga neerzet, maakt hij er ook 40 in de Liga. Het is geen twijfel, het is gewoon meer van, nogmaals, als je een groot speelt, dan moet je daar wel gaan noteren. Maar wat jij nu zegt, stel je voor dat als jij in een Franse studio zou zitten en je zou bij L'Équipe Soir in de studio zitten en jij zou dit over Mbappé zeggen. Word je afgevoerd? Dan word je niet afgevoerd, maar dan heeft Mbappé een ondershirt klaar en zegt hij, Jarno, heb je gekeken? En dan haalt iemand en zegt hij van, je bent niet goed wijs. Ja, maar we kijken ook elke week. Alleen het is toch wel dat de weerstand moet toch omhoog. En dan pas ga je inderdaad echt. Mbappé vindt dat dus onzin. Omdat hij zegt, ja, maar wat heb ik te bewijzen? Hij maakt in La Liga 40, in Premier League 40. Echt, geloof me. Dit werd ook over Lionel Messi gezegd. Waarvan ze zeiden van, ja, hij kan het alleen in La Liga. Gaat het eens in de Premier League laten zien. Dat is natuurlijk onzin natuurlijk. Ja, het gaat niet om zozeer La Liga of Premier League. Ja, maar waarom wil Messi? Omdat Ronaldo het heeft laten zien in de Premier League, had Messi het ook moeten laten zien in de Premier League. Dat is Maar dat is een andere vergelijking. Je moet uiteindelijk wel op een gegeven moment een keer echt naar een grotere competitie gaan. En met alle respect voor de La Liga, dat is niet een hele grote competitie. Niet La Liga, niet Premier League, maar zelfs Serie A. Je hebt er helemaal gelijk in. Natuurlijk, hij moet bij Real Madrid terecht gaan komen om daar
ja, vier keer achter elkaar de gouden bal te gaan veroveren. Alleen, ja, daar is nu een dynamiek ontstaan met Jude Bellingham. Ja, ik weet niet of Kylian Mbappé, en er komt natuurlijk ook nog een andere spits bij uit Brazilië, bij Real Madrid, Endrick, vanaf 2024. En dat is ook een fenomeen. Dus ja, Kylian Mbappé zal met Paris Saint-Germain vier of vijf keer op rij de Champions League moeten winnen om een soort van hype rondom Paris Saint-Germain te gaan creëren. Ja. Maar het blijft de Franse competitie en het blijft dat je op een parkeerplaats speelt tegen Clermont Foot. Kijk, als liefhebber, als sportliefhebber wil je ook gewoon zien dat de grootste maximaal uitgedaagd worden. Dat Hamilton tegen Verstappen rijdt. Maar je krijgt de Super League, hè, binnenkort. Ja, waarom niet? Maar de Champions League met één ranglijst. Mag niet tegengehouden worden. Ja, of dat de oplossing is. Nou, maar ik denk dat Mbappé de meetmomenten zijn inderdaad die knock-out wedstrijden waar jij het over hebt. Tegen Bayern München en tegen City. En dan moet hij er staan en dan moet hij een hat-trick maken tegen City in de halve finale. En dan als een grote jongen door naar de finale. Dat zijn de momenten waarop hij die gouden bal kan binnenslepen. Ja. Zoals Benzema heeft gedaan met Real Madrid. Maar hij denkt in die orde van grootte. En dat gedrag van hem. Hij denkt niet in begrenzingen van de laatste vijf minuten. Hij neemt Dortmund toch helemaal niet serieus. Dat Westfalenstadion. en die gelbe wand in feite. Leuk. Maar ik ben MLP, ik heb er drie gemaakt in de WK-finale. Ik ben veel, veel groter dan deze hele club bij elkaar. En daar heeft hij gelijk in. Ja, maar goed, de cijfers hier, 37% van de kijkers kiest ja, dus maar, de kijkers maar voor MLP. Ja, maar goed. Die gaan we keihard negeren, die kijkers. En ik ga jullie keihard negeren. We gaan MLP invullen. Oké. Okay. Na 11 minuten, hup, stop de tijd. MLP. Ja, maar er is ook niemand hier die je tegenspreekt dat MLP er niet in hoort te staan. Het is meer van, het is zo'n grote speler, dus hij zou veel meer stemmen moeten krijgen. Dat is het meer. Dus ik denk dat de rukkering naar een andere omgeving. Onze kijker heeft ook een mening over Lieke als Farmers League. Maar Mbappé negeert in het elfde van het jaar, dan moet je jezelf opheffen als voetbalmedium. Ja, dat ben ik met je eens. Dus, okay, ben ik ook met je eens. Dus het probleem Griezmann gaan we nog oplossen. De caso Griezmann gaat behandeld worden. Dat is een teasertje naar de laatste aflevering van deze reeks. En we hebben natuurlijk een soort van cliffhanger nodig. Om het een beetje leuk te houden, want ja. Dan is dat gewoon de laatste aflevering. Een kerst uit te kijken. Extra aflevering. Dat bepaalt Sully hier van de plekken. We hebben geen subscribers. We doen voorbereidingen en zo, maar Sully bepaalt de plekken. We gaan naar extra aflevering. Ik vind het een goed idee. Extra aflevering. Nee. Ik gewoon de laatste twee minuten van de laatste aflevering gaan we El Caso Griezmann oplossen. Ja, maar dat doe je niet in een paar minuten. Dan moet je de tijd. Nee, in twee minuten doen we dat. Ja, dat kan. Ik zie de space in de laatste aflevering, dat lukt wel. Ja. Ja, komt goed. Ja? Ja. Ja, Mbappé, we zijn al 12 minuten onderweg, hup. We gaan hem afkondigen, toch? Ja, maar een prijs te winnen? Nee. Vanmiddag is er weer een prijs te winnen, jongens. Dus schakel vanmiddag weer in, gaan we de volgende aanvallen bespreken. Nogmaals, liken, abonneren, commenten, mailen, noem het allemaal op. Met Voetbal International bezig zijn en vanmiddag is er weer een mooie prijs. En dan zien we jullie weer terug bij de 10e aflevering van het elftal van het jaar, jongens. Ik krijg trouwens net een appje van de moeder van de Mbappé. Ja? Dat die jouw commentaar op Mbappé totaal niet duldt en dat er een rechtszaak aan gaat komen. Ah, oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. En de groeten van mevrouw Mbappé. Jongens, tot ziens.